Ik ben Chanel van CWTV en we gaan nu de directeur van deze school interviewen. Wat is uw naam? Mijn naam is Martin Wij. Hoe oud bent u? Ik ben 58 en word binnenkort 59 jaar. Oké. Wat zijn uw hobby's? Mijn hobby's? Hier op school werken vind ik leuk. Mm-hmm. Werken als hobby. En ik vind naar muziek luisteren erg leuk. Naar die jongens daar. Hallo, ik ben Ikro van CWTW en nu gaan we met Martijn interviewen. Hallo, hoe oud bent u? Ik ben 27 jaar. Hoe lang werkt u al hier? Ik werk hier nu bijna 4 jaar. En wat zijn uw hobby's? Mijn hobby's zijn films, voetbal en uitgaan en ja, vakanties. Waarom wilt u deze werk? Waarom wil ik dit werk? Omdat het mij altijd wel getrokken heeft om met mensen te werken. En dan is het heel leuk als je zo nog wat kan leren. En ik vind het leuk. Wat is uw baan op school? Hier op de Wolterschool ben ik brede schoolcoördinator. Wat houdt dit in? Dat ik zorg voor de kinderen dat er in het jaar allemaal activiteiten georganiseerd worden. Waarom heeft u ervoor gekozen voor dit werk? Nou, dat was eigenlijk geen keus. Ik wilde iets heel anders gaan doen vroeger. Wat eigenlijk dan? Zal ik je vertellen. Ik wilde gaan varen. Oh. En dat varen was heel erg leuk en heb ik ook gedaan. Maar op een gegeven ogenblik ben ik toch gestopt. Want ik dacht van nee, ik wil toch wat anders gaan doen. Maar eigenlijk wilde ik gaan varen. En als ik af en toe nog wel eens bij de haven ben en ik zie die boten, dan denk ik van, oh, dat is toch wel leuk varen. Maar dit vind ik nog leuker. Oké, bedankt voor dit interview. Was u vanaf klein of al van plan dat u schoolmeester wordt? Nee, ik was dat van kleins af aan, was dat nog niet van plan. Wat was uw plan toen? Iets van politieagent of brandweer of profvoetballer. Bedankt voor het interview. Geen dank.